Ik zal wel denken. Wat staat daar nou weer voor een zak? Maar kom zo, ik zit sinds kort zit ik op de zakloperij. Vroeger zat ik op de padvinderij, maar ik kon niet eens de weg naar huis vinden. Nou zit ik op de zakloperij in Rotterdam. Rotterdamse zakloperij. Beter bekend als de rotzakken. Want dit jaar zijn de wereldkampioenschappen zaklopen in Nederland, hè. Daar ben ik mijn nou gehele spiegies en metaal op aan het voorbereiden. Want dit jaar zijn de kampioenschappen zaklopen in Assen. Onder het motto, wij zitten in zak en assen. We trainen onder leiding van een trainer, hè. Zelf ook een enorme oude zakloper. Oh, die weet alles van zakloop af. Is een Fransman is dat. Fransman. Jean Zak heet hij. Prima figuur hoor, prima figuur. Hij heeft alles voor ons geregeld. Hotel en zo, prima hoor. Alles erop en eraan, stromend water langs de muren, prima hoor. Het is een heel oud hotel. Oh, het is zo oud. Je wordt nog ingeschreven met een hamer en een beitel. Het eten is ook niet om over naar huis te schrijven. Qua menu hebben we iedere dag de keuze uit twee dingen. Opeten of laten staan. Want niet alleen dat het niet tevreden is, maar het zijn ook van die kleine porties, hè. Maar behalve gisteren had ik zo'n groot stuk vlees in mijn soep. Zo'n groot stuk, maar naast mij zat een fan die haalde het er weer uit. Oh, logisch, was zijn elleboog. Het is internationaal, hè, die kampioenschappen zaklopen. Uit alle landen komen de zaklopers naar Nederland. Oh, dat geeft ook nog wel eens problemen, hoor. Vorig jaar hebben ze een vent 6 weken in het ziekenhuis moeten nemen wegens scheelzucht. Hebben ze hem onderzocht, bleek het een Chinees te zijn. Het leuke van die kampioenschappen zaklopen is, je kan aan iedereen zijn zak zien waar die vandaan komen. Ik zal maar zeggen, bijvoorbeeld de Schotten. Die lopen allemaal in doedelen. Doedelzakken. Val nog niet eens mee met die fluiten eraan. Zo'n fluit even dwars komt te zitten, leg ik tegen. Voor de Belgen is dat niks bijzonders. Die leggen de hele dag horizontaal. Maar valt ook niet mee in zo'n puntzak. Er doet dit jaar zelfs een pastoor aan mee. Ja, ik herkende hem meteen aan zijn collectezak. Nou, tenminste, ik zag hem niet, maar ik kreeg ineens die steel in mijn nek. Oh, en er doet dit jaar ook voor het eerst een groep nudisten mee. Wel, daar is geen zak aan. Waar je wel voor moet uitkijken bij die kampioenschappen zaklopen, dat zijn de zakkenrollers, hè. Ja, bij mij krijgen ze geen kal. Als er bij mij eentje zijn hand in mijn zak steekt, leg gelijk zijn hele hand open. Oh, ik heb er wat op gevonden om de zakkenrollers af te schrikken. Ik heb een kat in de zak gekocht. Oh.